Vanavond wordt mijn film Kazungu de Métis vertoond aan het publiek. Het is een film die ik gemaakt heb een hele tijd geleden, 1999 of 2000, ik heb me niet herinneren. De film is een film over mijn leven, dus over op zoeken naar mijn identiteit als Métis. Ik ben dus in de jaren 60 naar België hier gekomen. Ik ben in een Vlaamse familie terechtgekomen. Uiteindelijk heb ik film gestudeerd op de Narafi hier in Brussel. Daarna ben ik cameraman geweest van de VRT. Achteraf heb ik mijn eigen productiemaatschappij gehad en verschillende films geproduceerd, onder andere Kazungu de Métis. Mijn naam Kazungu betekent eigenlijk de kleine blank. Dat is een soort, wat we zouden kunnen zeggen, een nickname. Een bijnaam dat ze gaven aan iemand die een lichte huidskleur had als ik. Zo waren er Kazungus om die echte Métis waren, gewoon omdat ze een lichte huidskleur hadden. Wij zijn degene die tussenin vallen. We werden, trouwens in het Frans werd gezegd, le mulâtre. Dit is een scheldnaam eigenlijk. Het is om te zeggen dat we nog het een, nog het ander waren. Ik verzet me daartegen in al mijn films, omdat ik vind dat ik 100% het product van mijn moeder en 100% het product van mijn vader. Met andere woorden, ik ben 200%, dus het product van beide en niet half bloed. Ik wil eigenlijk, in mijn uitleg heb ik gezegd dat de Métissen een belangrijke rol kunnen spelen in de toekomst van Europa. Omdat meer en meer, we zien dat Europa zich verwijdert van Amerika. We zien met de president Trump bijvoorbeeld. Daar is ook een soort economische oorlog eigenlijk bezig tussen Europa en Afrika. Nochtans zien we dat de Europeanen zich meer richten naar Azië en niet investeren in Afrika. Terwijl Afrika en Europa bijna hetzelfde continent zijn en ook het verleden delen. Dus, daar is een link nodig tussen de twee continenten. En die linken, dat kunnen de Métissen zijn. Al die mensen die proberen eigenlijk de mensen te verdelen in stukjes, ze zouden in goede en slechte, dat is extreemrechts effectief. Ze zouden moeten bedenken dat wij allemaal gelijk zijn. Ze zouden moeten weten dat wij allemaal het product zijn van ons vader en onze moeders. Wij zijn allemaal mensen. Dat is geen verschil tussen de ene en de ander eigenlijk. Ik heb inderdaad een boek geschreven en het boek heet Tussen twee werelden. Tussen twee werelden, entre deux mondes in het Frans, wil zeggen dat ik eigenlijk pendelt tussen Afrika en Europa. Omdat ik me voel als Afrikaan, maar ook als Europeaan tegelijkertijd. En dit is mogelijk. We moeten niet constant ons verdelen in tien of andere kampen. Dus er hoeft geen oorlog te zijn tussen de mensen. En dat boek heb ik geschreven om aan te tonen dat effectief Métissen een pluspunt kunnen zijn voor de relatie tussen Afrika en Europa. Wij zijn de ware ambassadeurs tussen beide continenten.